Je hoort alleen het woord niet, je zegt dinges. Je denkt hardop en brengt op een idee, maar het valt niet mee. Dinges, ja dinges, ik hou het maar op dinges. Op de zaterdag en zij. Dames en heren, we zijn hier nou op het moment gekomen dat kinderen een eigen omschrijving gaan maken en dat de grote mensen het natuurlijk moeten raden. Ons panel is vandaag Manon van Mos, ik kreeg maar een paar klasgenoten, juffrouw Lilian en Anita Mettes, zusje. En ons tweede panel is Frans Mettes, Ant Mettes en oma Mettes. En zij gaan vanavond raden welk woord het is. En wie de wind krijgt. Zo'n hele grote mooie spellendoos. Dus ik zou zeggen, moet maar regenen. En dan kunnen we leuk gaan spelen. Nou, onze eerste omschrijving is, voor de kijkers thuis komt het nu. Boing. Goedenavond. Ja, iets anders hoef ik niet meer te zeggen dan goedenavond. Dat was Tanja en ze kan het zo van me overnemen, denk ik. Ik leg verder niks uit. Het wijst zich allemaal vanzelf. Ik ga de spelers aan u voorstellen. Marga van Praag. Hallo, Marga. Jij hebt dus ontzettend veel met kinderen te maken, hè? En zijn er nou in dat jeugdjournaal, omdat je in de redactie zit, dingen waar je heel erg rekening mee houdt met die kinderen? Laat ik zeggen, wat is je belangrijkste uitgangspunt bij het maken van een journaal voor kinderen? Het belangrijkste is dat kinderen, en dat zijn kinderen tussen de 10 en de 12, de hoogste klassen van de basisschool waar wij ons op richten, dat kinderen een aantal woorden niet weten. Ze leven wat korter, dus ze hebben niet veel voorkennis. En dat betekent dat als wij een onderwerp in het jeugdjournaal brengen, een nieuwsonderwerp, dat we er veel aan moeten uitleggen, ja, in begrijpelijke taal. Ja. Ja, het blijkt ook wel in dit spel dat ze een aantal woorden niet echt goed doorhebben, hè? Nee. Dat is waar. Je hebt ook een zoon, een hele leuke zoon, jaar of 10, hè? Ja. Ja. Daar moest je van meedoen, hè? Heb ik begrepen. Ja, want ik had eerst nee gezegd, maar dat kon niet meer mee thuiskomen. Nee. En, mijn moeder ook. Mijn moeder is ook een fan van dit programma. Ja. Nou, als je enige behoefte hebt, dan zwaai je zo meteen al mijn lezen. Naast je zit Christian Hengstman. Dag, Christian. Hallo. Je hebt iets met bloemen te maken? Ja, dat klopt. Ik ben bloembindenverkoper. Ja. Is dat gewoon hetzelfde als dat je in een bloemenwinkel hebt? In een bloemenzaak, ja. Ja. Ben je tevreden over deze? Ja, schitterend. Ja? Heel mooi. Ja. Zo, wij ook. En heb je hobby's? Ik heb ook hobby's, ja. Ik doe aan fitness, een klein beetje. Dat is lekker. Ja, ik ook. Heerlijk. En verder nog? Nee hoor, verder niet. Maar je bent een tevreden man wel. Ik ben heel tevreden, jou ja? Ja, hoor. Goed. Nou, doe je best. We gaan naar de andere kant en daar zit Hans van der Toch. Hoi, Martina. Ja. Moet altijd lachen, altijd een beetje vrolijk als ik Hans zie. Gelukkig en de doelwit van goedmoedige spot vaak van menige cabaretier. Ik moet ook bekennen dat ik me dat het, ook ik wel eens aan schuldig heb gemaakt. Maar je bent een heel sportieve man en Hans incasseert dat echt zonder problemen. Ja, prima, ze mogen. Maar nou wil ik toch echt een keer weten. Je hebt er nou geen aan, maar hoeveel van die hartstikke mooie colbertjes heb jij nou in de kast hangen thuis? Nou, ik las een tijd geleden dat ik er 500 had. Dat stond in zo'n blad, maar daar klopt natuurlijk niets van. Nee, in een blad staat, wat denk klopt je? Nooit. Nee, nee. Ik had er een stuk of 50, 60 wel. Maar ik heb er een heleboel weggedaan. Ja. Mijn neefjes krijgen leeftijd dat ze jasjes dragen. Dus vond je op het laatst, je weet niet meer wat je aan moet doen. Ja, dat u niet denkt dat u Hans kan schrijven dat u een jasje. Het heeft neefjes. Nee, want een heleboel naar de zaak van Max Tailleur hebben ook we een heleboel gedaan. Nee, hebben we weggedaan. Ook weggedaan. Ja, weggedaan. Je bent een maar ik heb er nog een stuk of 12 hangen. Ja, maar die mag je houden. Ja, en er komt steeds wat nieuwe bij, toch? Ja, en je ziet er nou ook fantastisch uit. Dankjewel. Ja, dankjewel. Daar zal het niet aan liggen. Nee. En het zal vast ook niet aan Janine liggen. Janine Kegel, hallo. Hallo. Wat doe je zoal, Janine? Ik ben eigenlijk huisvrouw en dan een parttime baan als invalverpleegkundige op een bedrijfsgeneeskundige dienst in een ziekenhuis in Rotterdam.
En laat het nog een beetje tijd voor hobby's? Oh, vast wel. Ik heb een heel rijk hobbyleven. Ik doe heel graag skiën, zwemmen, tennis, surfen. Sportief, allemaal sportieve hobby's. Ja, heerlijk, heerlijk. Niks van de breien en het haken. Ja, ook. Ja, vind ik ook zalen. Dat je nog tijd hebt om aan dit spelletje mee te doen. Ja, vast wel. Ja, leuk. Dat lijkt me enig. Leuk. Nou, doe je best. Vind het leuk dat jullie allemaal zijn. En we gaan beginnen. Graag. De eerste ronde, dat is de ronde waarin één woord steeds driemaal kan worden omschreven. Voor 15, voor 10 of voor 5 punten. Ik neem aan dat jullie wel een beetje weten waar het over gaat. Marga, de eerste omschrijving is voor jou. En die komt van Nucro en die is 8 jaar. Lange stok. Daar zit een groot ei aan. Je kan het op een kop, op mijn kop kapot slaan. Er komt mooie muziek uit. Tenminste, dat vind ik. Ik kan er ook heel beroemd mee worden. Ja, dat kan, maar dan moet je wel heel erg lang gestudeerd hebben. Marga, hier zeg ik niet. Ja, je kan alles wel op iemands kop kapot slaan. Ja. Dat moet je nou niet aan vasthouden, hoor. En nu moet het komen. Microfoon? Nee, maar best leuk bedacht, hoor. Alleen, je hebt er niks aan. We gaan naar de andere kant. Voor omschrijving nummer 2, Janine. Hier komt Maarten en Maarten is 10 jaar. Het is lang. Er zitten lange dingen op. Hij is een beetje kronkelig. En hij... En er zit een raar figuur op van geld. Hij is een beetje hol van binnen. En je moet hem op je schouder leggen. Er komt er iets uit. Het kan vals zijn, maar ook mooi. Ja, een raar figuur van geld. Dat heeft hij leuk bedacht. Janine. Camera? Nee. Vals, mooi, komt muziek uit. Kan je beroemd... Nou ja, we gaan... Maakt niks uit. We gaan naar de derde omschrijving. En die is voor jou, Christian. Ja, nou weet je het, hoor. Misschien weet je het nu al wel. Hier is Anne en volgens mij bouwt Anne ze zelf. Het is van hout en het is een beetje beneden rond. En dan komt er een kuiltje. En dan gaat hij weer rond omhoog. Dan komt er een stuk lat en daar liggen snaren op. En er zitten knoppen voorop. En er zit ook een F-gleuf in. Dat is de gleuf waar het geluid uit komt. Christian. Ik dacht een viool. Dat heb je goed gedacht. Ja, zitten jullie toch raar te kijken, hè? Ja, maar zo, maar als je daar zit, is het ook heel moeilijk. We gaan door met woord nummer 2. En de eerste omschrijving, Hans, die is voor jou. Ja. Een hele korte en krachtige omschrijving van Robert. Hij is 5 jaar. Oh ja, dat weet ik, maar ik heb het niet. Die kan je erop zitten. Wip-wop. Ja, met die kromme pootje. Pootje. Ja, Hans, ik denk dat het lang geleden is dat jij deed van wip-wap. Maar misschien weet je het nog. Hobbelpaard. Ja, heel goed. Heel goed, dat is meteen 15 punten voor jullie. En we gaan naar het derde woord. En Marga, het gaat snel vandaag. Marga is meteen alweer aan de beurt voor de eerste omschrijving. En die komt van Desiree en ze is 8 jaar. Nou, je gaat er eerst heen. En dan vraag je hoeveel het kost. En als het goedkoop kost, dan ga je erop. Maar dan moet je eerst heel goed kijken wat de andere kinderen doen. Een week later, dan kun je er pas op. En dan moet je hetzelfde doen wat de kinderen doen. Ja, het klopt allemaal wat ze zegt, maar het zal je nog niet veel helpen. Ja, balletles. Heel erg goed. Heel erg goed. We gaan er met een snel treinvaart doorheen, moet ik zeggen. Ja, je hebt ook verstand van kinderen, hè? Dat heeft er niks mee te maken. Neem me niet kwalijk. Ik kan ook niks tegen je zeggen. We gaan naar het volgende woord. En aan de beurt. Ja, jullie komen later aan de beurt, hoor. Onbekende Nederlanders. Maar ja, de moeilijkste woorden zijn altijd voor de bekende. Dus Hans is weer aan de beurt voor woord nummer 4.
Nou, het is een heel moeilijk woord om uit te leggen als je maar 9 bent. En ik moet ook zeggen, Martijn die heeft het leuk bedacht, maar het klopt niet. Dat is als iemand in een klas zit en zit nog in de eerste klas bijvoorbeeld. En die blijft 2 keer zitten en dat is het dan. Oh. Ja, het is lief, maar het klopt niet. Nou ja, Hans, doe maar. Ik verstond het laatste niet. Het bleef 2 keer zitten en toen nog... En dat is het dan, zei hij. Oh, en dat is het dan. Dus daar heb je ook niks. Ja, hij moet komen. Professor, ik weet het niet. Nee, kan je niet helpen. Is echt heel verschrikkelijk moeilijk. Ja. Maar soms is het zo leuk dat we het toch laten zien. We gaan naar Christian voor de 2e omschrijving voor 10 punten. Hoe wordt er voor jou niet makkelijker op? Hoor? Je krijgt Jeroen en die heeft wat problemen met de zinsbouw. Nou, het is niet 1, maar het is 2. En is ook net zoals mij. En met diegene kom je dan soms niet zo vaak voor en soms wel. En soms is die de hele tijd bij je. En dan worden ze, als iemand is die weet niet, dan wie is. Jeroen, daar begrijpen wij dus niets van. Misschien was dat je bedoeling wel. Nou, Christian. Ja, een gokje. Tweelingen? Nee, dat is niet het woord, maar ik vind het wel knap hoor, dat je uit deze wartaal nog zo'n woord gehaald hebt. Maar het is toch nog niet goed. We gaan naar Janine. Janine. Jullie zitten te kletsen. Als je naast Hans zit, is het ook altijd kletsen. Weet ik uit ervaring. Maar jij krijgt nu een omschrijving voor 5 punten nog maar. En hij komt van Remco, hij is 9. Het is iemand die op je lijkt. En bijna hetzelfde, meestal is hij helemaal hetzelfde. En dan als je hem, is hij leuk wel, als je dat hebt. En dan ben je in tweeën, ben je met z'n tweeën. En dan ben je met elkaar dubbel. Nou, een sneeuwkoek. Hij dacht dubbelganger. Ja hoor, dat is heel goed. Dat brengt ons aan het eind van de eerste... Houd die kwek nou toch even, Hans. Dat brengt ons aan het eind van de eerste ronde. En jullie staan gelijk. Ja, heel goed. En we zijn er snel doorheen gegaan. We gaan door met de tweede ronde. De tweede, die zit, ik zeg het nog even gauw, zo in elkaar. Ik lees een aantal woorden, een aantal zinnen voor die kinderen hebben gegeven, betreffende een bepaald onderwerp. Zodra je het weet, mag je het zeggen. En dan ga ik door naar het volgende woord. 45 seconden de tijd en 10 punten per goed geraden woord. Marga, wil jij beginnen? Goed. Ja? Je mag ook Christian laten beginnen, als je daar behoefte aan zou hebben, tenminste. Wil je het? Ja, ja, prima. Ja, hoor. Alles wat ik zeg, dat doen ze ook, hè. Nee, want ik wil helemaal niet lelijk doen of zo. Nee. Ik vind je hartstikke aardig. Oh, gelukkig. Tuurlijk. En straks kom jij weer aan de beurt, hoor. Christian, dan ga ik met jou. Is de klok klaar? Ja, die is klaar. Nou, daar gaat hij. Die steek je omhoog als iemand het goed heeft gedaan. Doe het niet in je mond, want anders moet je een beugel. Een lolly. Nee, je slaat... Vinger. Wat voor dan? Je slaat er wel eens op met de hamer. Duim. Ja, volgend woord. Bij liefde gebruiken ze het ook. Niet dat. Je schrijft er dingen in... Wat een hartje. Wat iemand die ver woont moet weten. Agenda. Ik doe het sturen naar het postkantoor. Een blad waar je op kan schrijven. Een brief. Ja, volgend woord. Als er gevaar is, kan je het gebruiken. Het zit soms in een kastje. Het is een rood ding dat in de trein hangt. Noodrem. Ja, volgende woord. Het is een soort grote vork. In de herfst is het heel handig. Een grote vork die in de herfst heel handig is. Je mag nog 1 poging wagen. Een hark. Een hark, dat is goed. Dan heb je de 4 goed. Andere kant is aan de beurt. Ik geef gewoon Hans de beurt, want die zit zo te kletsen. Oh, ja. Die moet er maar tegen mij kletsen. Eens even kijken. Klok is klaar. Je had de 4 goed, dat betekent 40 punten erbij. En Hans, let op, daar komt het allemaal. In het ziekenhuis zie je ze vaak. Je kan er heel gezonde dingen in doen. Hij is meestal rond en er zitten lekkere dingen in. Een flesje. Hij zit vol met gekke vruchten.
Je koopt het bij de groenteman om cadeau te geven. Oh ja, een fruitmand. Volgend woord, snel. Heksen vliegen erop. Bezemsteel. Ja, heel goed. Volgend woord. Het is vierkantig en boven zit een gat. Je moet het dichtplakken. Je doet er iets in en dan kan je het wegbrengen. Cadeautje, een pakje. Je kan het opsturen. Ja, doos. Je kan er iets in doen, bijvoorbeeld een brief. Kan je er een brief in doen? Een brievenbus, ja, dat was heel duidelijk. Envelop, volgend woord. Ja, envelop. Als je niet verkan. Als je niet verkan. Ik wist dat het gezellig zou worden, Hans, met je. Je hebt er twee goed. Nou niet dat gek. Vind ik niet. En zij wilde het zo graag doen, hè? Eigenlijk. Wou zij het maar zo, ja, kreeg heb kans. Ik haar benadeeld. Maar zometeen komt zij aan de beurt, hoor. Hartstikke leuk. Wacht maar af. Je hebt er 20 punten bij, in ieder geval. Nou, dus toch niet weinig. Nee. En dat was. De tweede ronde en jullie staan. Laat eens even kijken. Ja, Marga en Christian staan voor 60 punten. En Hans en Janine met 40 staan tweets. Maar daar kan nog van alles in gebeuren. Wij gaan door naar ronde nummer 3. Janine, nou mag jij, want Hans was daar net. En je krijgt in een filmpje verschillende omschrijvingen. Verschillende omschrijvingen van allerlei kinderen te zien van één enkel woord. Na afloop wil ik het horen. 50 punten bij goed. Anders dan mag Hans nog even voor 25. Hier zijn Robin, Sanne, Gaston en Roy. Er zijn mensen die werken bij de begrafenis. En dan gaan ze praten en zo over allerlei dingetjes. En dan gaan ze uitgebreid zitten. Ook wel eens in de Tweede Kamer gaan ze ook uitgebreid zitten en dan gaan ze ook praten over allerlei dingetjes. Er komen verschillende mensen, soms Engels, soms Nederlands, soms Turks of Turkse mensen. En die praten heel veel. Soms drinken ze wel eens bier of wijn. En Ze doen soms ook wel eens spelletjes, maar dat doen ze niet zo vaak. Meestal doen de directeurs, die houden het. En dan houden ze het over hoe de zaak werkt en of het allemaal goed gaat. En hoe het met de geldwinst is. En hoe we door zullen gaan. En dat wordt 's avonds meestal gehouden. En een kopje thee erbij. Praten ze over dingen? Misschien dat er minder kernwapens moeten komen. Ook misschien dat ze allemaal een spijkerbroek aan moeten doen. En wie de baas van het land moet zijn. Uitgebreid zitten met thee, bier of wijn. En maar praten. Nou, Janine, voor 50 punten. Vergadering, werkoverleg. Ja, heel goed. Ja, want zo makkelijk was het nog niet, hè? Nee. Nou, dat is even kijken. Oh, nee, ik heb nog een moment, hoor. Vergat jullie bijna. We gaan naar de andere kant. Voor Marga, hè, jij bent, want daarnet heeft Christian het gedaan. Ja. Eens even kijken. Nou, het filmpje is voor jou en je gaat kijken naar Esther, Wim, Laurens en Jeroen. Het is een andere dag. Soms woensdag of maandag. Je hebt dan ook andere tijden soms. En als je hebt je moet eigenlijk de tijd een beetje terugspoelen. Nou, nu zijn we nu. Dan zeggen we wel eens, morgen gaan we bijkomen. Het is verleden tijd. Je kan er van alles in hebben gedaan. En kan een dag zijn. Dat was een dag. En dan slaap je en dan wordt het om 12 uur in de nacht, dan wordt het een andere dag. Heb je geslapen, ben je morgen vroeg en dan zeg je bijvoorbeeld
Ja, dat is een heel moeilijk woord hoor, om uit te leggen. Maar... Nou, bijvoorbeeld zomertijd, wintertijd. Het is niet goed. Nee, kan ik niet goed rekenen. Maar Christian mag nog een poging doen voor 25 punten. Ja, ik dacht dat is hetzelfde zomer en feestdag. Nou, hetzelfde heb ik niks. Je moet wat anders zeggen. Nou, nu is nu... Meer zeg ik niet. Een feestdag. Ah, een feestdag. Nee, het is geen feestdag. Nee hoor, Christian. Het woord was gisteren. Maar leg dat ook maar eens uit. Het is heel erg moeilijk. Maakt niet uit. Deze ronde is afgelopen en dat betekent... Ach, Hans en Janine, jullie staan voor, hoor. Dik voor, met 90 punten. Leuk, hè, Hans? Janine te danken. Je hebt dat hem niet voor niks aangetrokken. En we gaan even kijken. Ja, Christian en Marga, jullie hebben er 60. Maar dat kan in de laatste ronde nog veranderen. De laatste ronde is de ronde met de hand aan de knop. En je kan niet praten, Hans, je moet vreselijk opletten. Want zodra je het weet, moet je op die knop drukken. Nou, hier komt het. Je krijgt 25 punten voor ieder goed geraden woord. Als je het nou fout hebt gezegd, dan draaien we de rest van het filmpje voor het andere team. Die kunnen dan nog een poging wagen. Hier komt het eerste woord. Je moet goed luisteren om het te verstaan. Als het nodig is, zal ik het even herhalen. Hier is Nathalie, ze is 7 jaar. Dat zit eruit de kant zo en ietsje zo. En zit daar zo'n beeldje en dan kun je de voet zo op zetten. En, dan moet je met de andere voet zo op, over de grond gaan. En dan zet je wieltjes om en dan ga je zo heel schuin en dan weer recht. Nou, ik zeg, dat kan ik niet herhalen. Ik kan drukken op de knop. Een spinnenwiel? Een spinnenwiel is niet goed. Oh. En we hebben ook geen filmpje weer, maar Hans en Dinges mogen nog. Autopet. Nee. Het lijkt skate, dacht ik. Ja, een skateboard was het woord. Maar ik mag het niet goed rekenen. Nee, we zijn streng. We gaan meteen door naar woord nummer 2. En hier is Lotte en ze is 8 jaar. Het is een beetje zwart. Het is een instrument. En als je erop blaast, dan moet je eerst je tanden erop zetten en dan blazen. En... Het heeft zilveren kleppen. Jullie gebruiken de knop niet erg. Oh. Ja, Christian. Klarinet. Een klarinet. Heel goed. Volgens mij wist je het al eerder. Ja hoor. 25 punten erbij en we gaan naar het volgende woord. En dat komt van Roosje en ze is 9. Ja, dat is iemand die ontzettend veel geld heeft. Meer geld dan rijk zijn. Hans, nee, je was te laat, Hans. Christian en Marga. Miljonair? Dat is goed. Ja. Spel is uit. Dat betekent, het was het, Hans en Janine. Jullie hebben verloren. Toch zijn we gelukkig. Daar gaat het maar om. Heel fijn. Want jullie hebben 90 punten. En in elk geval, Janine, jij neemt een aantal schitterende boeken mee naar huis. En heb je tevens te danken aan Hans. Hartelijk. Nou, dat betekent automatisch dat jullie Christian en Marga gewonnen hebben met 110 punten. Knap, dat zijn er veel. En Christian, je raakt nooit meer uitgespeeld, want Marga heeft voor jou gewonnen die fantastische hoeveelheid met heerlijke spellen. Dus ik hoop dat je daar plezier aan beleeft. Ja. En jullie allemaal reuze bedankt voor je komst. Ja. Nou, we zijn eigenlijk klaar, maar mijn vervangster Tanja van het begin, weet u wel, die doet de afsluiting nog even over. De einduitslag is voor het panel van... Anita Mettes had 50 punten bij elkaar. Een applausje graag. Voor het tweede panel die gewonnen heeft met Frans Mettes met 120 punten is deze mooie spelloos. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En dit was Dinges. Tot volgende week.